Vandaag zijn we bij bibliotheek, locatie Wibouthuis. Zo, hey Frans. Hallo. Gezellige boel hier. Goedemorgen. Ja, het kan een stuk gezelliger. Maar vanwege corona. Anders. Nee, is het niet anders. Nee. Wat wordt hier allemaal gedaan? Nou, hier wordt veel gestudeerd. We hebben hier heel veel studieplekken. Ja. Nu dus even wat minder beschikbaar. Maar normaal hebben we iets van 500 studieplekken waar je kan zitten studeren. Maar we hebben ook projectruimtes die je gewoon kan reserveren. Waar je met je groepje je kan afzonderen. En we hebben nog een hele grote stilteruimte waar je echt heel erg in stilte kan werken. Oké, die moet je allemaal reserveren? Moet je allemaal reserveren. En dat gaat via de website. En als je hulp nodig hebt, informatie wilt krijgen, wat moet je dan doen? Kan je hier terecht bij deze balie. Dan kijken we of we de vraag hier gelijk kunnen oplossen. Als het een beetje een simpele vraag is. En als het wat ingewikkelder wordt, dan maken we een afspraak met je. En dan kunnen we een informatiespecialist erbij roepen. En ik zie hier die laptop, die kan je lenen, toch? Klopt, ja. Als je zelf je laptop bent vergeten, dan kan je hier een Chromebook lenen. Deze. Er zijn nog andere dingen die je kan lenen hoor. Je kan bijvoorbeeld ook een koptelefoon lenen. Of als je geen energie meer hebt, kan je nog een oplaadsnoertje lenen. Oh, heel handig. Dus van alles powerbank. Nou, er is van alles wat je nog kan lenen als je het bent vergeten. Maar hey Frans, ja? Hier zie ik geen boeken. Nee, dat klopt. De boeken zijn aan de overkant. Boeken, tijdschriften, die leen je in het Koonstamhuis. Dus ook al studeer je hier, dan moet je toch voor je boeken naar de overkant. En voor dat lenen heb je geen geld nodig, want de bibliotheek is gratis. Gelukkig. Dat is ja. Heel mooi. Je moet alleen een geactiveerde collegekaart hebben. Okay. En dat is het enige. Door corona zijn we wel iets meer aan huis gekluisterd. Ja, klopt. Hoe kan je daar gebruik maken van de bibliotheek? Ja, we hebben via onze website hebben we van alles beschikbaar. Je kan sowieso zoeken in onze catalogus naar wat voor boeken we allemaal hebben en tijdschriften. We hebben op onze website ook heel veel filmpjes en ander materiaal staan waarmee je leert goed te leren zoeken. En wat in deze tijd nog het allerbelangrijkste is, denk ik, zijn de e-books. E-books en databanken kan je 24/7 en overal vandaan kan je die gewoon bekijken. Is er nog iets wat je kunt doen voordat je hier naartoe komt naar de bibliotheek? Of je nou alleen komt of met een groep in een projectruimte, altijd reserveren. Wat je verder nog kan doen, de openingstijden checken. Verschilt het qua gebouw? Is het hier eerder open dan beneden? Het verschilt qua gebouw en het verschilt zelfs per etage. Dus check van tevoren even. Ga je dan naar de overkant, naar het Koonstamhuis waar de boeken staan. Kan je van tevoren de boeken opzoeken in de catalogus. En je kan het van tevoren ook al reserveren. Dan wordt het uit de kast gehaald, wordt het voor je apart gezet. Zodat je weer zo snel mogelijk naar binnen en weer naar buiten kunt. Dus als ik een boekje heb geleend en ik wil hier zitten? Plekje gereserveerd hebben.